Hey, waarschijnlijk vraag je af, waar is deze knul? Waar is deze knul? Wat is er met zijn schuur gebeurd? Wat doet hij opeens met een mooie houten achtergrond? Waarom staat hier een bak voor kappers om je haar in te wassen? Ik ga het je allemaal uitleggen. We zijn verhuisd. Dat is het. We zijn verhuisd. We zijn niet meer in de oude schuur. We zijn naar een nieuwe plek toe, in een andere stad. Niet meer in Stolwijk waar ik woon, maar gewoon in Moerkapelle. Ik heb alle planten meegenomen, zoals deze. Ik heb deze meegenomen, die moet nog wel even schoongemaakt worden. Deze stond buiten de schuur, voor de mensen die het niet wisten. Ik heb andere plantjes meegenomen. En we zijn in een nieuwe plek, in een nieuwe ruimte. Twee ruimtes om maar liefst te zijn. Met allemaal nieuwe spullen. Aankleding wordt verzorgd. Deze hele mooie ruimte met airco, verwarming. Luchtontvochtiger, wat je ook wil. Afstandsbedieningje. Prachtige, lelijke, mooie vloer. Ligt eraan wat jij ervan vindt. Sommige mensen vinden het mooi. Ik vind het zelf wel oké. Het is wel een beetje mijn stijl. Ook met die houten achtergrond vind ik wel mooi. Alleen deze wasbak, jongens, kom op. Dat moet toch wel even anders. Ik weet ook serieus niet wat ze met die wasbak hebben gedaan. Ik ga het je laten zien. Wat ze met deze wasbak hebben gedaan, dat is echt bijzonder. Er zit namelijk met duct tape. Ik weet niet wie dat heeft verzonnen, maar met duct tape zit het vast. En een buis, ik weet niet, er zit gewoon nog water in. Omdat het niet wegspoelt, omdat het een soort flubberbuis. Hier, mijn hand is gelijk nat. Moet ook nog eens bijkomen. Maar wordt geregeld. Deze gaat weg, er komt een nieuwe wasbak, nieuwe wateraansluiting. In die ruimte waar we nu heen gaan, want daar heb ik nou eenmaal water nodig. Je hebt hier een soort klein gangetje met een opstapje. Even opletten dat je niet valt. Bierplant neergezet, ziet er niet te mooi uit, maar moet nog eventjes groeien en zo. Ik ga wel even kijken wat ik met die plant ga doen. Dan komen we hier in de ruimte. Dat bevindt hier rechts. Het enige echte knopje om het licht aan te doen. Hierboven zit ook weer zo'n verwarming. Met een tussendeur, wat heel goed is, want dan kan ik het een beetje goed houden. Het is nog een soortje, maar dan komt dat ik hier pas letterlijk 2 dagen zit. Ik heb in 1 dag alles overgegooid. Hier heb je dus een glazen ruit. Kun je dus een beetje zo naar buiten kijken van hallo, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Het is gewoon een leuke ruit, zorgt er ook voor dat er wat licht naar achter schijnt. Over lampen gesproken, voordat ik jullie de rest laat zien. Ik ga jullie eerst even deze verlichting laten zien. Met trouwens het lucht en zo, want dat is bijzonder. Oké, kijk, dit is lichtbok 1. Dan denk je, nou, het is het eerste wat me opviel hè, toen ik hier binnenkwam. Die is mooi recht zo. En die sluit mooi aan. Maar er zit er opeens eentje zo. Eentje, en als je naar verder kijkt, hij sluit helemaal niet aan op die andere lichtbalk. Bijzonder. Maar goed, we zijn er. We hebben alles eventjes overgeplaatst. Ziet er niet mooi uit, maar dan komt dat ik pas net ben. Moest eventjes in alle glorie en hectiek, moest het even overgaan. Dus ik heb alles zo snel mogelijk overgebracht. Sterker nog, ik heb het binnen 6 uur gedaan. Binnen 6 uur ben ik in 1 keer van Stolwijk naar Moerkapelle gegaan om hier het een en ander op te zetten. Waarom? Zoals jullie hebben gemerkt, zijn een aantal reviews geweest die niet helemaal goed waren. En dat komt door de verzending. De verzending was niet helemaal optimaal. En dat komt omdat ik geen ruimte had. En ik had geen ruimte omdat ik te veel planten had, want die kweek ik. En dat soort dingetjes. Dus toen ben ik gaan nadenken, ben ik gaan zoeken en toen heb ik wat heel moois gevonden. En dat is namelijk deze plek in Moerkapelle. Camera wordt eventjes gewoon scherp. En weet je wat deze plek ook hè? Ik heb dat thuis geweest, in de schuur. Dat is namelijk gewoon een wc. Wie verzint dat? Ik heb er een plant neergezet. Want dat is wat mensen doen. Zet een plant op de wc, zodat je het beste kan genieten van je plant in deze wc. Als je naar voren kijkt en niet naar achter, want niemand kijkt naar achter op de wc. Maar het is wel leuk dat die plant er is. Want als ik dan mezelf film op de wc, zie je in ieder geval dat ik een plant heb. Maar ja, als je er zelf gewoon gaat zitten, heb je er geen nut aan. Dat was raar. Maar goed, ik heb er een plantje neergezet. Vind ik leuk. Plantje vind ik leuk. Deze wc heeft nog fellere verlichting dan dat ik überhaupt ooit heb gezien. En zelfs hier hebben we 2 lampen. Kijk, 1, 2. Kostte heel wat tijd. Het was heel hectisch. Ik heb nu, voor de time being, even een stellingje daar gemaakt. Met een houten plank erop. Ik heb niet het oude dressoir meegenomen, want allemaal vies en goor. Gewoon eventjes deze hier neergezet tijdelijk. Vervolgens komt hier binnenkort een nieuwe stelling. Daar gaan al die terrariums in. En dat is waar ik mooi mee wil afsluiten in deze video. We hebben hier de planten die wij gewoon op voorraad hebben. Planten die besteld zijn via de webshop, die over zijn, die in restvoorraad zijn. En ik probeer ook steeds meer echt zelf op voorraad te halen. Die kan je gewoon bestellen. Je kan ook andere planten bestellen die hier nu niet in staan. Haal ik ze op van de kwekerij. Checken wij ze na. Gaan ze daarna direct in jouw bestelling naar jouw aquarium toe. Nou, dit is 1. Dit is altijd al zo geweest de afgelopen 2 maanden. En dat is ook niet veranderd. Hetgene wat wel veranderd is, als we even die ruit dicht doen, is dat ze nu allemaal een luchtvochtigheidsmetertje hebben. Ze hebben een luchtvochtigheidsmetertje, ze hebben een luchttoevoer om het
dat dus te bepalen. Als je het lucht aanzet, dan gaat de luchtvochtigheid naar beneden. Heel raar. Ik dacht dat het anders onder zou zijn. Dan hebben we hier de Anubias staan en dat soort dingetjes. En deze, die verkopen supergoed. Dat zijn Anubias op lavasteen. Elke week kopen we er wel een stuk of 10 in. En dan laten wij ze gewoon hier staan. Omdat er altijd wel een paar tussen zitten die wat lelijker zijn. Nee, de mooie gaan allemaal via de webshop en de rest is allemaal voor mensen die langskomen en hem uitkiezen. Hier staan alle Anubias. Er is ook eens deel gekweekt. Dit is allemaal kweek, allemaal eigen kweek. Heeft nog niet een potje, maar het is allemaal voor het volgende onderdeel. Dat zijn namelijk deze twee kassen. Deze twee kassen, dit hebben jullie al gezien. Alleen nu kan je het gewoon een heel stuk beter zien. Is ons eigen product. Dit is de Lysimachia numularia. En deze hebben je in de vorige twee video's ook al gezien. Want dit is de eerste plant van ons eigen merk wat online staat. Wortelen goed door het filtermedium. En het filtermedium watten. Nou zijn deze nog lang niet klaar. Daarboven wordt er een stukje mos geplaatst. Zodat het mooi afgedekt is. En je niet helemaal de filterwatten ziet. Tenzij ik het eruit haal zoals daar. Het potje is een leuk keramisch potje. Ook aquariumveilig. Kun je helemaal terugplaatsen in je aquarium. Dit is de soort, die staat al online, de eerste drie stuks. Ze groeien ook nog eens in half submerged vorm. Als je daar ziet, zie je ook dat de luchtvochtigheid op 90% hier op 80% schommelt een beetje. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe dunner de plant en hoe dunner het blad. Ziet er nu niet helemaal mooi uit. Maar als je dit dus eruit haalt en je plaatst dit zo in je aquarium. Even hier op zetten. Heb je een perfecte plant die al deels in onderwatervorm zit. Je kan er al drie kopen, kost 5 euro per stuk, zijn ietsjes duurder dan onze normale planten. En dat is omdat wij er al 4 jaar over hebben gedaan om dit product te ontwikkelen. En dat potje ook wat duurder is. En wij kweken de planten zelf. Limnophila sessiflora, die komt eraan. Ik ben nog een beetje mee aan het testen, je ziet ook ongelijke groei. Daar komt dus binnenkort nog veel meer van. Want ik heb gisteren, even don't judge me hoe lelijk het eruit ziet nu. Maar gisteren heb ik dit gedaan. Ik heb een bende gemaakt. Allemaal Limnophila sessiflora. Deze gaan allemaal omhoog groeien, zoals je die daar ziet. Kunnen we daar stekjes van nemen en dus ons product gaan ontwikkelen. Net zoals de Lysimachia numularia. Deze heb ik ook gisteren neergezet. Nou, die groeit een stuk sneller en daar gaan wij dus ook die stekjes van afnemen. Voor die potjes die dus hierboven staan. Het is gisteren geplant. Ik denk binnen een weekje, twee weken kunnen we de eerste stekjes nemen. Dus het is nu slechts een kwestie van afwachten. De bodem is garnalenveilige soil. Waardoor het gewoon helemaal goed te gebruiken is als je een garnalen aquarium hebt. En omdat natuurlijk er geen steenbol in zit en omdat we ze niet behandelen met allemaal chemische troep en noem het maar op, is het sowieso garnalenveilig. Andere twee soorten, dat zijn deze. Die heb ik nu gewoon even zo neergezet, zodat ik een beetje kan kijken hoe groeit het. Eleogarus minima. Dat is eigenlijk gewoon een soort, ja, gewoon een Eleogarus soort, een grasplantje. En de Marsilea hirsuta. En dat is een soort klavertje 3 plant en die komt er ook aan binnenkort. Ik ben hem aan het groeien, ik ben gewoon even aan het kijken wat voor plant is het, hoe doet hij het in de kas. Ze komen officieel uit van deze cupjes die ik hierboven heb staan. Het zijn de in vitro cupjes, maar niet iedereen wil altijd de in vitro cupje kopen. Omdat ze, ja, het is gewoon hartstikke duur zijn, ze kosten 8 euro. En nu gaan we dat dus wel eventjes doen in een potje op een hele goede manier. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik heb hier nog eventjes wat extra dingetjes staan. Kijk, dat verkopen we ook weer wat. Het ziet er allemaal goed uit. En dat was het eigenlijk voor deze video. Vond je deze video nou leuk? Abonneer even, like even. Want hoe meer jullie abonneren, hoe meer jullie liken. Ook zelfs hoe meer jullie bestellen. Dus te meer ik hier dingen kan bouwen, dus te meer content ik kan maken. Dus te meer dingetjes ik gewoon kan filmen. En het is gewoon leuk. Het is gewoon een leuk project. Dank jullie wel. En echt bedankt dat ik hier zit. Dank je. Doei.